Oh mijn god, het wordt erger. Ja, het wordt nog erger. We waren klaar, hè? Jij dacht, yes, we zijn klaar. Leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe aflevering van Shots Fired. En vandaag met Vonneke Bonneke en DJ Wef. En Vonneke heb je misschien al gezien in Who Dis. Heb je dat nog niet gecheckt, doe dat dan even. En jij bent er gezellig bij gekomen. Ja. Thanks. Kennen jullie het spel? Hebben jullie het gezien? Nee. Nee. Oké, succes. Dat wordt leuk. We gaan allemaal pittige vragen beantwoorden. Als je niet wilt beantwoorden, moet je shotten. Eigenlijk is dat, heel kort gezegd, het format. Oké, eerste ronde. Gewoon vraag beantwoorden. Als je niet wilt beantwoorden, moet je dus shotten. Klaar voor? Ja. Yes. Wie wil er beginnen? We maken jij het hoor. Ik begin wel. Oké. Okay. Lees mijn hart ervoor. Je mag een track maken met één van deze artiesten. Wie zou je eerder... Wie kies je eerder en waarom? Femke Louise of Loutje? Even maar shot hoor. Ja? Ja. Echt een goor shotje. Wow. Neus dicht. Oh, zo, strijder. Yes! Want waarom vind je die moeilijk om te beantwoorden dan? Omdat ik geen antwoord erop heb. Nee? Nee. Oké, dan mag jij. Oké. Ik moet deze beginnen. Wat is het hoogste bedrag dat je ooit hebt gekregen voor een optreden? €1000. €1000, ja. Ja. En is dat ook een beetje het geld wat je krijgt als je DJ't? Ik moet gewoon eerlijk toegeven dat het heel erg verschilt. Het verschilt gewoon aan de locatie. Meestal is mijn boekingskantoor die kijkt ernaar van... Hoe groot is de locatie? Wat voor evenement is het? Is het een festival? Is het een klein feestje? Ik bedoel, je gaat niet een hoog bedrag vragen aan een kleine locatie. Dat is gewoon oneerlijk voor het evenement zelf. En is het dan nu ook meer? Meer opdrachten en meer geld? Nee, eigenlijk geen verschil. Dus ja, ik draai eigenlijk gewoon op hetzelfde fee. Als je me wil boeken. Ja, check het vooral. Leuk. Oké, dan hoef je niet te shotten. Okay. Dat scheelt. Mag jij weer? Ik ga gewoon een draaitje op. Hey, jullie geven me echt kutvragen, hè? Lees maar hard Als je voor. Één compliment aan Fabiola zou moeten geven, wat voor compliment zou je haar geven? Echt een oprecht compliment. Als je het niet kan, dan moet je shoppen. Ze heeft een mooie uitgroei. Ja, dat is echt het enige wat ik kan verzinnen. Ja? Ja. Maar dat is niet een oprecht compliment. Okay, oprecht. Je moet echt zeggen van, je vindt eigenlijk je vindt haar heel kut. Ik vind haar marketing wel on point. Oké. Okay. Ja. Oké, okay, helemaal goed. Nog jij? Oké, okay, dit is echt heel moeilijk, want beide zien ze er echt ranzig uit. Oké. Okay. Omschrijf de DJ-skills van Monica Geuze in één woord. Dat is echt moeilijk. Ze draait toch al lang niet meer? Ja. Dat rijdt is wel echt moeilijk. De DJ-skills? Ja, weet ik niet. Of ze echt boekingen deed, ze draaide toch gewoon voor Ronald, dus... Dit is ook... Ja. Ik kan het niet... Ik heb er nooit echt horen draaien. Nee. Dan moet je shotten. Dan moet je shotten? Ja, als je het niet weet, dan... Ja, maar dat is toch gewoon eerlijk. Dat is echt een kutvraag, sorry. Wie vind je verder een goede vrouwelijke DJ? Naftali, Ramona. Mm-hmm. En wie vind je echt een soort van DJ die nu aan het rijden van je denkt, die kan beter stoppen? Man of vrouw? Wat jij wil. Oeh. Ja, ik moet kijken. Nou, dit is echt heel lullig. Want nu ga ik weer iets beginnen waar ik eigenlijk geen zin in heb. Voel me daar je te oud voor. Je hebt nooit die caption. Ja, ik vind het gewoon een beetje apart dat mensen van Temptation Island altijd opeens gaan draaien. Ja. En dan denken dat ze een superster zijn. En laatst stond ik ga geen namen noemen, want ik hou gewoon niet van die negativiteit. Laatst hoorde ik dus iemand draaien en toen had ik zoiets van, oké, ik kan beter gewoon thuis draaien in je hoofd als je in aan het slapen bent. Ja. Ik kan beter thuis draaien. Maar het lijkt alsof iedereen van Temptation meedoet aan Temptation om gewoon bekend te worden, om gewoon die stap te maken. Ja, om iets met tv te doen of te DJ'en. En dan denk ik, ja, is het je passie of doe je het gewoon voor de fame? En dan vind ik het jammer. Ja, ja. Moeten we dan nog steeds shoppen? Nee, je hoeft niet te shoppen. Toch? Toch, gelukkig. Je hebt het goed beantwoord. Okay. Jij mag weer. Ja. Laatste. Welke Instagram post heb je voor het laatst gearchiveerd of verwijderd en waarom? Oeh. Die gaat wel diep. Ik ga de telefoon erbij pakken. Oké, Oké, deze. Laptop Thomas. Wat? Gewoon een Laptop Thomas is trein. Die je geactiveerd. Ja. Ik begrijp dat niet. Dat jij erop lijkt. Nou, iemand zet een comment onder. Oh my god, dit heeft iemand gemaakt. Ja. Holy dit is echt, sorry, maar dit vind ik echt stom. Ik vind het echt grappig. Ik vind het ook wel grappig.
Dat iemand dit helemaal maakt. Ja, yes. Wie helemaal de tijd neemt om mijn hoofd op Thomas de Troje te zetten. Oké, dan mag jij naar de laatste vraag. Oké. Fuck, marry, kill, murder person. En? Kitty. Oh my god. Oké, wacht even. Mary is sowieso Murder Turk. Maar dit is echt moeilijk. Fuck, ja, sorry, maar... Oh. Dit was een Murda, Henky T. Kijk, Murda, daar zou ik sowieso mee willen trouwen, gewoon omdat hij echt heel lief is. Maar fuck of kill? Het zou sowieso... Dit is moeilijk. Ja, ik zou moeilijk. First man killen. Oh, zo? Ja? Mary, Henky T. En Murda dan? Pakken. Die zou je... Oh ja. Die zou je neuken. Ja. Oké, maar dit is echt wel moeilijk. Want ik vind ze beide lief. Maar ja, want ik denk gelijk aan vermoorden. Wie zou ik zeg maar liever willen vermoorden? Ik denk first man omdat ik hem beter ken. Omdat ik af en toe denk van, ha, ik wil je vermoorden. Ja. Dus dan fuck Henkie T. Ah, ik maar Henkie T niet denken. Oké, dus doe je first man kill je, murder marry je en Henkie T pak je. Ja. Oké, fair enough. Helemaal goed. Dan heb je de eerste ronde overleefd en dan gaan we door met de tweede ronde. Oh mijn god, het wordt erger. Ja, het wordt nog erger. Klaar, hè? Jij dacht, yes, ben ik klaar. Oké, dan zijn we aangekomen bij de tweede ronde. Je geeft gewoon alleen antwoord, antwoord, antwoord. En vervolgens kan je bepalen welke vraag je erbij vertelt. Als jij niet de vraag wil beantwoorden, moet je shotten. Oké. Oké, wie wil beginnen? Ja, dan mag jij beginnen. Ik weet het antwoord wel, maar ik moet even goed nadenken. Nee, ik ga niet antwoorden, want ik wil diegene geen shine geven. Zo makkelijk maar, is maar, het. Maar alleen maar, hoef je de vraag niet te zeggen. Oh, oké. Geef je alleen het antwoord. Nee, want het is een naam. Oh. Oké. Zeg maar alleen de naam. We weten nooit wat de vraag erbij dan is. Weet nooit of die persoon mag ik ook leuk afkortingen vindt? Zeggen? Want als ik de hele naam zeg, dan weet iedereen sowieso dat het negatief is. Ja? Ja. Maar het kan toch ook zijn dat het is van, oké, wie vind je tof? Of wie... Nee, want iedereen... Ik weet 100% zeker dat mensen... Oké, zeg maar gewoon een naam. Of shot. Oké, Robin. Alleen voornaam zeg ik. Maar Robin wie? Ja, dat ga ik niet zeggen. Alleen voornaam. Oké. Mag je volgende antwoorden? Lena. Lena. Oké. Volgende. Dit zijn beide echt leuk. Naftali. Naftali Ramona. Welke wil je niet de vraag bij vertellen? Ik ben echt zo benieuwd wat die vraag zou kunnen zijn. Mag ik? Maar ik moet er dus één kiezen die ik wel mag... Nee, je moet er twee kiezen waarbij je de vraag beantwoordt. Eentje niet en daarvoor moet je shotten. Deze niet? Ja. En deze twee mag ik wel vertellen dan, toch? Ja. Maar moet ik dan alsnog shotten? Ja, want je wil deze niet beantwoorden, toch? Ja. Ja? Nah. Oké, moet ik dat nu doen? Ja, shot maar. Want deze vraag met het antwoord Robin wil je niet beantwoorden. Nee. Weet jij welke Robin dat is? Nee. Oh, dat is zo echt. Maar zit hier peper in? Ik weet het niet. Het houdt toch naar ketchup? Dit wil je echt niet denken. Maar wij weten helemaal niet welke Robin dat is, hoor. Nee, dat hoeft ook niet, want nu heb ik gewoon een shot genomen. Oké, hier gaf je Lena op als antwoord. Ja, mag ik... Ja? Welke artiest zou je nooit op een eigen track van je willen hebben? Noem één naam. Lena. Van Ex on the Beach? Ja. Oké. Ja? Ja, toch? Ik wist even niet snel een... Ja, vind ik goed. En die? Kandidaat. Met wie zou je eerder back-to-back willen draaien? Naftali Ramona of Faye Laurens? Ik vind ze beide echt heel tof. Maar ja, ik weet niet waarom. Ik denk omdat Naftali toch meer in mijn eigen genre is, denk ik. Oké, nou dan heb je deze overleefd, toch? Ja. Dan mag jij. Greenloos. Oké. Weet je dat zijn? Vriendloos? Ja. Ja, zijn Instagrammers. Maken van die video's. Wat? Ja, ik heb het vriendloos. Gucci. Nee. Ik denk 700 euro. Ja, wow. Vriendschap beëindigen. Oké. Op welke? Ja, ik wil ze wel allemaal de vraag zeggen hoor. Oké, ik wil echt niet shotten. Nee, snap ik. Want mijn darmen gaan er echt dansen gewoon. Oké. Alleen nog maar video's maken met Vriendloos of Stefan de Vries. Had ik Vriendloos. Waarom? Ik weet niet, ik vind hun video's, hun editen gewoon echt
lauw gewoon. En yeah. Steven is, ja, Steven kan ook wel echt goed editen, maar hij heeft meer van die woordkrepjes en zo, toch? Yeah. En ik vind Vriendloos qua editing wel echt harder. Wat is het duurste designer item dat je hebt gekocht? Hoe duur en wat was het? Ik denk een Gucci riem. Ja. Zo'n vlinder met diamantjes. Die was voor mij 700. Oké. Okay. Voor mij ook een schoen van 700. Ik weet het niet meer. Oké, okay, de laatste was vriendschap met Esco beëindigen of een collab met Fabiola. En toen had ik vriendschap beëindigen. Ja? Is zo ver? Wat dan? Wat is er? Ik heb dit helemaal gemist, denk ik. Nou, we zijn wel al uit elkaar gegroeid, dus die vraag was okay. Niet zo moeilijk. Oké, okay, maar of is er iets gebeurd? Hm? Is er iets gebeurd? Nee, we zijn gewoon met vrede uit elkaar. Oké. Okay. Maar hadden jullie een relatie? Nee. Oh. Zeg toch niet? Nee. Maar ik zou sowieso nooit een collab met Fabiola maken, dan had ik liever mijn benen eraf. Oh. Ja. Oké, okay, dus jij hoeft niet te shotten? Jee. Dat scheelt weer. Jij hebt wel geshot. Ja. We weten dus nooit wat je van Robin vindt. Nee. Ik hoop dat je het leuk vond. Laat even weten in de comments. Duimpje omhoog. En vergeet natuurlijk vooral niet te abonneren. Tot volgende week, jongens. Doei! Doei.